Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurman Schoenen en Veenenberg Security Team. Sir Huisterveen of Sir Huisterveen, dat is het decor van de Sterkste Man 2011. Een kleine 6000 inwoners en een dorp dat ooit werd gesticht door turfgravers en schippers. En nu is het ook een heel sportief dorp. Wij hebben onze eigen sterkste man er naartoe gestuurd, Dennis van der Geest. Welkom in Zuurhuisterveen voor de Sterkste Man van Nederland 2011. En het is een speciale editie, want het is de 25e. Alle oud-kampioenen zijn hier ook aanwezig. Maar vandaag gaan de mannen hier achter mij gaan beslissen wie er in 2011 de sterkste man van Nederland is. Ik sta hier met zesvoudig Nederlands kampioen Jarno Hams. Maar vandaag doe je niet mee. Nee, helaas niet. Het is drama. Met de Grand Prix was ik niet fit. En ik ben wel weer fit geweest. Alleen de laatste paar weken heb ik gewoon weer last gehad van mijn ziekenwricht. Ik ben er maandag opnieuw doorheen gegaan. En sinds die tijd nog niet weer pijnvrij geweest. Dus je kan vandaag, 25e editie, je zou 7 keer kunnen winnen. Dat is volgens mij het record van Berend Veenenberg. Dat vandaag gekund, dus ik denk dat je enorm baalt. Ja, ik baal als een dubbele stekker. Dat is gewoon echt een van de minste dagen van het jaar nu. Ik moet onvrijwillig afstand doen van die titel. Maar ik heb al tegen de jongens gezegd, maakt niet uit wie hem wint. Volgend jaar ben ik hem gewoon weer terug. Dus ik stop niet. Volgend jaar ben ik er gewoon weer bij. Wat zijn voor jou zeg maar vandaag de favorieten? Dat is toch een Jan Wagenaar hier in Friesland. Die draait al een supersterk seizoen. En Alex Mona uit Limburg. Nou, die jongen die is de laatste 2 jaar behoorlijk gegroeid. Ja, en dan Richard van der Linden is toch ook een favoriet. En die heeft dit jaar in Nederland volgens mij een klein beetje verstoppertje gespeeld. Maar hij zag er groot en superfit uit. Dus we zullen zien of hoe sterk hij is. Vandaag zes onderdelen. Eerste onderdeel, de Yoke Race. Kan je het heel even uitleggen? Ja, het is de hele zware uitvoering van 2 emmers waterhalen. Alleen nu liggen de 2 rollen tapijt liggen erop. Het is 380 kilo, een juk van 380 kilo, 25 meter. En de snelste tijd wint. Dit is Jan Wagenaar. Hij als eerste uit Scharnegouten komt hij tegen Jitse Kramer. En Jitse komt uit Leeuwarden. En Wagenaar wordt getraind door Peter Baltus. Deze man met een grote historie in de sterkste man van Nederland. Het gaat dus om de tijd. En kijk die Wagenaar gaan. Zo, dat is een sprint zeg. Een sprint van 16 seconden precies. Kramer loopt nog. Kramer loopt nog altijd. Tijdslimiet is 1 minuut 15, maar die is niet nodig. 27:53 voor Kramer. Maar wat zet die Wagenaar hier in tijd? Dan Alex Mone, ook genoemd door Jarno Hams uit Schinveld. Een van de titelkandidaten, Rick van der Torre. Die kennen we ook, die komt uit Vlaardingen, de automonteur. De tijd is dus scherp, 16 seconden precies. 380 kilo. Hartstochtelijk de aanmoedigingen in Zuurhuisterveen. 16 seconden haalt hij niet. 16:18 voor Alex Mone. En problemen voor zijn tegenstander, maar hij gaat hem gewoon helpen. Wauw. 27:38 voor Ricky van der Torre. Nou, lekker. Eerste onderdeel zo. Ja, lopen ging goed. Ik squat hem iets te langzaam uit. Dus ik ben benieuwd of ik daar wat verloren heb. Maar het zit bij Jan in de buurt. En dat zal het motto van de hele dag zijn. Ja, want je bent tweede en derde. Jarno doet niet mee. Ja. Een titel zit er wel in natuurlijk. Titel zit er zeker in, ja.
En daar gaan we voor. En dan de broer van Jarno, Erik Haps, die dit ook beheerst. Tegen Richard van der Linden, de favoriet. Twee keer tweede in 2010 en 2008. En dus voor hem, bij afwezigheid van Jarno, een grote kans. Maar Erik neemt een, zij het lichte voorsprong. Moet je horen, dat publiek. Erik Haps. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat ook de tijd. 13.75 om 13.91. Wat een sprinters deze twee. En natuurlijk feliciteert Jarno zijn broertje. Maar was Erik er helemaal overheen? Ja, hij was er overheen. Dus de tijd staat. Beste tijd tot nu toe. Erik Haps. Ik persoonlijk had niet verwacht dat je deze zou winnen. Want Richard is toch een van de topfavorieten. Ja, die jong, dat ligt me nog wel aardig. Hij is alleen wat lager. Sorry, maar... Zwaar, hè? Zo'n stukje. Ja, heel apart. Maar ging goed. Dus nog 50 jaar. Ja, doe je best. Dank je. Ja, want hij heeft hem nog niet gewonnen natuurlijk, hè? Patrick van der Kraan bijvoorbeeld moet nog, man uit Vlaardingen. Tegen Kelvin de Ruiter. En die komt uit Surhuisterveen. Die heeft heel veel fans hier. Allemaal t-shirts met zijn naam. Maar hij krijgt het juk. Niet makkelijk omhoog, zeg. Oh, oh, oh. Nee, zegt hij. Het lukt me niet. En dan gaat Van der Kraan in zijn eigen tempo. Snelste tijd haalt hij natuurlijk niet. Maar wat wordt het voor Patrick van der Kraan? Patrick van der Kraan in de problemen. Oh, in de grote problemen. En hij, de Ruiter, houdt het voor gezien. Buitengewoon vervelend voor eigen publiek natuurlijk om in het eerste onderdeel al ja, te moeten uitstappen eigenlijk. Van der Kraan met alles wat hij heeft. Nog heel even, dan is hij er overheen. Ja, fluitje gaat. 47-35. En we hebben gezien dat Kelvin de Ruiter moest laten staan. Hè? Die hebben we gezien. Ah, zo is het. Hoe ging het? Van Patrick van der Kraan, 7... Voor mijn idee goed. Onderdeel waar ik heel slecht in ben eigenlijk. Te weinig op concentreren, looponderdelen. Dus ik ben blij dat hij over de streep is. Ja, want je hebt 75 seconden, maar je hebt het makkelijk gered. Ja. Nou, ik ben blij dat het gegaan is. Even motiveren nog. Johan Langhorst is dit. Uit Snits. En dit is Fuad Saini, de man die we kennen als de man die we altijd van een booreiland moeten afhalen. Om mee te doen aan dit soort geweldige evenementen. Hij gaat voortvarend van start, mag je zeggen. Langhorst heeft problemen, maar wat gaat Usaini doen? Die gaat een goede tijd neerzetten. Die gaat een prima tijd neerzetten. 20-25. Fuad Usaini uit Hellevoetsluis. En dan Langhorst uit Sneek. Houdt hij het voor gezien, Langhorst? Ja, hij stapt uit. Johan Langhorst krijgt dus 15,30 meter achter zijn naam staan. Gijs Boeien. Leuk dat hij er ook is uit Baarn. De leraar lichamelijke opvoeding tegen Dennis van Beuzekom. Uit Lopik. Daar ook heel veel sterke mensen. Boeien neemt brutaal de leiding over van Beuzekom. Kijk eens even. Hoe zwaar het is, die trillende benen, dat trillende lichaam. Maar Boeien gaat goed. Boeien gaat heel goed, zeg. Die beheerst dit onderdeel, zeg. 18,78, een prima tijd voor Gijs Boeien. En de man uit Lopik. Kijk, hij ziet die streep, motiveert zichzelf. Geholpen door het publiek. Van Beuzekom, stopt hij ermee? Ja, hij stopt ermee. Hij krijgt dan 12,90 meter achter zijn naam. Eindigt achter in het klassement. Netjes, Gijs. Dank je wel, Dennis. Dat zag er goed uit. Ja, dat is mijn sterkste onderdeel zo'n beetje dit. Oké, want je bent toch een van de lichtste mannen die hier rondloopt. Een van de kleinste. Ja, maar ik heb een goede buikspier, hè. Ik kan hem makkelijk vasthouden. En ik ben klein en hij staat laag, dus hij is voor mij wel goed uit te pakken. Prima tijd ook voor Usaini, die werkt op een booreiland en zijn familie dus niet al te vaak ziet. Hier in Surhuisterveen zijn ze er wel, tot zijn grote genoegen.
Maar Erik Hans wint dus dit onderdeel. Eerste onderdeel gewonnen. Ja, ja, dat was is lekker. Dan nog, zeg ik, nog 5 te gaan. Dat had je denk ik niet verwacht vanochtend. Ik had wel verwacht dat ik het redelijk zou doen. Maar om dit onderdeel te winnen, nee, dat is ver van. Ik denk ook misschien bij de eerste 6, 5. Hoop ik eigenlijk uit te komen. Maar eerst, ja, dat is helemaal goed. En je houdt de familienaam een beetje omhoog. Zal we moeten nou dit jaar, hè? Als die ouwe niet meer meedoet, dan moet je wel wat. Hij noemde je ook, ik zeg van, nou, is dat je broer? Zei, nee, broertje, hè, broertje. Ja, goed, er zit 5,5 jaar verschil tussen, dus dat blijf ik altijd zijn broertje. Maar jullie trainen heel veel samen? Ja, bijna altijd. Altijd wel. Met nog een paar jongens meer. Dus zijn altijd bij ons in de schuur in Ommen. Dus een mooi groepje bij elkaar hebben we. Prachtig natuurlijk, alle favorieten melden zich direct bovenin. Wagenaar, Monen en Hams ook. En ook voor Van der Linden is het vanaf het begin gelijk spannend. Ik zie een coach vrij dicht bij je zitten. En die was jou ook echt serieus veel aan het begeleiden. Is dat belangrijk voor jou? Ja, dat is belangrijk. Om me rustig te houden en de dingen te doen die ik moet doen. En me eigenlijk niet laten afleiden. Dat is gewoon belangrijk. Dat heb ik ook gemerkt in het verleden. Dat je veel mensen die geven veel aanwijzingen. En op een wedstrijd ga je soms best onzeker worden. En dan probeer je sommige dingen toch wel uit. Terwijl je weet hoe het moet eigenlijk. Omdat je het op een training ook altijd doet. Want in het verleden heb je daar last van gehad. En daar ben je dus mee bezig geweest. Dus dat is dan toch zeer positief lijkt me. Ja, hij is niet alleen mijn trainer, mijn coach. Maar ook mijn mental coach. Dus dat is heel belangrijk. Als je wil presteren. Oké, dus vandaag, ja, ik verwacht wat van je. Ik heb je laatste ook nog even gesproken. Toen zei je van, het wordt wel eens een keer tijd voor die titel. Ja, wordt het zeker. Dus ja, ik ga gewoon met de titel naar huis. Dat is mijn doel. En dat ga ik waarmaken ook vandaag. En wordt Richard van der Linden dan opvolger van de kale Simon Sulaiman? Of Wout Zijlstra links, Gerard Dupri rechts? Of Ted van der Parre? De enige sterkste man van Nederland die ooit sterkste man van de wereld was. Tot zo! Sterkste man van Nederland! 36 jaar en je doet voor het eerst mee. Ja, klopt. Normaal als je 36 bent, dan ga je lekker rustig op de bank zitten. Ja, opbouwen, hè? Normaal gesproken. Ja, lang getraind. De laatste paar jaar pas fanatiek op sterkste man onderdelen getraind. Ja, en een paar maanden geleden geplaatst. Dus ja, heel leuk. Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Nou, ten eerste probeer ik geen laatste te worden, want ik heb mij als laatste geplaatst. Dus ja, ik moet mezelf geen illusies maken natuurlijk dat ik hier ga winnen. Dat, en ik hoop op een, ja, probeer de 8e plek te halen misschien. Geen laatste worden natuurlijk. Oké, het volgende onderdeel. Kan je vertellen wat we gaan doen? Ja, gaan we boomstam tillen. Die nemen we op de knieën, dan nemen we mee op de borst omhoog. En dan stoten we hem uit boven het hoofd, gestrekte armen. En dan geldt de beurt. Waar denk je dat een beetje jouw max ligt? Nou, ik heb eerst zoiets van de 120, ga ik eerst maar eens doen. En het zou leuk zijn als het 130 deed. Het is niet echt helemaal mijn onderdeel, maar ga zeker mijn best doen. Man, inderdaad, ja. Jitse Kramer. Drie beurten hebben ze dus. Jitse Kramer heeft in zijn eerste beurt de 120 niet weten uit te stoten. Dus in zijn tweede beurt gaat hij het nog een keer proberen. Eerst op de knieën. Dan rollen. Naar de borst. En nu uitstoten. En nu uitstoten. Lukt hem niet. Hij houdt het voor gezien volgens mij hoor. Hij kapt er gewoon mee. Jitse Kramer geeft het op. Applaus voor dan Kelvin de Ruiter. Hoe is het met hem, de local hero? Nou heb ik gehoord dat jij vanochtend je vriendin ten huwelijk hebt gevraagd. Ja, dat klopt. Ik hoop dat ze ja heeft gezegd. Ja, dat heb ze. Dus. Je stond vanochtend op, je nam een bakje muesli en toen vroeg je het. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, eerst ontbijt, maar ik had al gezegd dat ze een cadeautje zou krijgen. En ze bleef maar zeuren. Ik wou het eigenlijk op een andere manier doen, maar ik dacht wel, oh, geef ik het maar. Je hebt haar een ring gegeven. Yes. En nou heb ik je net bij het eerste onderdeel gezien. Ik weet nou niet of je vriendin ten huwelijk vragen of dat nou de beste voorbereiding is. Want het ging niet heel goed. Nee, maar dat wist ik van tevoren al. Dit is mijn slechtste onderdeel. Te zwaar, te laag en ik ben veel te groot. Dus ja. Ga dat trainen. Wat zijn voor jou de sterke onderdelen? Vrachtwagen trekken. En dan zit je vriendin, toekomstige vrouw, zit ze in het publiek? Ja, die zit er ook, ja. Maar ik denk dat ze tot nu toe is niet echt, echt blij natuurlijk met dit eerste onderdeel. Ze is al blij dat ik hier sta, dus gewoon al bij de beste 12 toch? Echte liefde.
Absoluut. En hier dan Dennis van Beuzekom, die aangekondigd had met 120 te gaan beginnen. Dat lukte hem. Dit is 130. En dat lukt hem. Lukt hem. Hij moet stilstaan. Ook als het fluitje gaat, is het goed. Wauw, ja. Hij vond dat er nogal kritisch werd gejureerd. De fans van Kelvin de Ruyter zien de man die dus gaat trouwen met overigens een buitengewoon sterke vrouw, hebben we gezien. 120 lukte hem. Dit is 130 in zijn tweede beurt. Denk aan je vriendin, dat geeft extra vitamine. Nee. Deze beurt moet hij laten lopen. Het blijft dus voorlopig bij 120 voor Kelvin de Ruyter. Uitbaarn, Gijs Boeien. Boeien die 120 wist uit te stoten in zijn eerste beurt. Nu gaat hij voor de 130. Twee tanden, denk ik, hè? Ja, denk ik wel. Twee tanden. Hij springt eronder. Even herpakken, je hebt een minuut. Aangemoedigd door, nou... En kijk nog eens even. Buitengewoon enthousiast publiek. Nog eens proberen voor Gijs Boeien. 130 kilo. Zij gelooft er niet meer in. Maar Gijs... Nee, deze beurt niet lukt. Ook niet meer. Blijf staan op 120. Heeft nog één beurt. Erik Hans, die zich net zo moed inschreeuwt als Jarno dat doet. Hans had 120 in zijn eerste beurt. Hier is het 130, maar dat is iets minder makkelijk. Nog een keer voor Erik Hans. 10 kilo meer. Erik Hams, nee. Ook applaus voor Erik Hams. Blijf staan op 120. Even overleggen met Jarno wat te doen. We gaan naar 140 kilogram. 140 kilogram voor Richard van der Linden. Van der Linden, tweede beurt. In zijn eerste beurt probeerde hij gelijk 140 uit te stoten. Dat lukte niet. Hij gaat het nu in zijn tweede beurt nog een keer proberen. Richard van der Linden, de nummer 2 van vorig jaar. Kom op, jongen. Ja, het fluitje. 140 in zijn tweede beurt. Oh, dat is wat, hoor. We gaan naar 150 kilogram. 150 kilogram voor het achterinvolgen. Johan Langhorst. Dan. Langhorst uit Sneek. Eerste beurt, 140. Nu 150. Oeh. Houdt hem op zijn borst. Nog een keer proberen uit te stoten. Lukt niet. Laat hem dan zakken. Stapt weg. Stapt uit. Heeft dus een minuut. En gaat er nog één keer voor. Kijken of je wakker bent allemaal. Zijn ze wakker? Langhorst. 150. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Nee, hij... Oeh, maar hij valt heel lelijk. Maar hij lost het soepel op. Heel soepel. Niks aan de hand. Dit lukt niet. Hij moest weg natuurlijk, anders krijg je die boomstam op je. Maar dit is toch buitengewoon soepel opgelost, hè? Patrick van der Kraan dan. 140 in zijn eerste beurt. Gaat hier voor de 150. De man uit Vlaardingen. Sterkste man van Zuid-Holland in 2010. 150. Oh. Even zich herpakken. Nee, daar is het fluitje van de minuut. Lukt hem dus niet. Blijft staan op 140. Rick van der Torre. Eerste beurt ook 140. Heel veel mannen lukte het om 140 te hebben in de eerste beurt. Nu 150. Van der Torre. Van der Torre. Zevende in het klassement na het eerste onderdeel. Wordt geholpen. Nog een poging. Binnen de tijd. Hij moet opschieten nu. Ricky van der Torre. Nu wel. Nee, ook niet. Blijf staan op 140. Ook applaus voor de Rick van der Torre. Zij mogen gaan nadenken wat ze in hun laatste beurt gaan doen. Goed, Hussaini voor de 150 kilogram. Hussaini had ook 140 in zijn eerste beurt. En gaat ook, zoals bijna iedereen, met 140
150 proberen nu. Oeh. Papa aanmoedigen, dat is wat je dan doet. Hij heeft hem op zijn borst, nu uitstoten. Ja, het lukt. Nee, oh, het lukt niet. Oh, wat erg. Hij had hem in de lucht. Jan Wagenaar, nummer 3 in het klassement. 150 in zijn eerste beurt. Hij gaat nu voor de 160. Een gewicht dat Alex Mone in zijn eerste beurt ook had. En Jan Wagenaar gaat dat evenaren. Staat stil, ja! Een boomstam van 160 kilo voor Wagenaar. Je moet niet alleen stilstaan, ook je armen moeten volledig gestrekt zijn. Dan gaat het fluitje en het ging voor Jan Wagenaar. 160 kilo. Zwaarder dan mij. Ja? Ja, inderdaad. Maar het zal niet heel veel schelen, denk ik. Nee, een paar kilo. Maar ik ben blij dat ik ze er niet bij heb, hoor. Maar je had hem vrij snel omhoog. Alleen dan is het toch dat ritme even vinden, want het, ja, je moet stilstaan. Ja, je staat ook een beetje voorover. Het is niet helemaal super om zo te drukken, want hij wil hem, je staat als het ware een beetje gekanteld. Ja, want het is hier op het plein, maar het plein is niet helemaal goed recht. Nee, dat loopt een beetje in een kuil, zeg maar. Geldt voor alle jongens natuurlijk, dat is geen excuus, maar je merkt het wel. Normaal sta je op een plaat, hout, weet je wel, op vlakke grond. We gaan naar Alexander kijken. Dankjewel. En Alexander is Alexander Mone uit Schinveld, de leraar uitrekskunde, die 160 had in zijn eerste beurt en hier voor de 165 gaat voor de 12 punten in dit onderdeel. Alex Mone staat nog niet stil, kan niet strekken. Oeh, heeft nu wel heel veel krachten verspeeld. En daar gaat de boomstam er ook vandoor. Krijgt hem terug en de tijd tikt door. Hij heeft 1 minuut, maar hij heeft al 160. Hij wil die 165 hebben voor de overwinning bij het boomstam tillen. Alex Mone voor de overwinning nu al. Nee! Dan blijft het dus heel erg spannend. Maar hij heeft dus al die 160. En als niemand daar meer overheen komt, wint hij natuurlijk alsnog dit onderdeel. Alex Mone. Hij ging omhoog, die 165. Je hebt nog een beurt. Ik heb nog een beurt, ja. Want 160. Ja, dat was gewoon, ging gewoon prima. Maar deze ging gewoon slecht. Ja. Nog een keer 165 of 170. Wat ga je doen? Als Janneman doet, als die 170 doet, moet ik mee. Als Janneman 170 doet, juist, dan moet je mee. Juist. Ja, ja. We gaan naar Janneman kijken. Straks eerst Kelvin de Ruiter voor de 130 kilo. Kelvin de Ruiter, 120 lukte hem. In de eerste beurt, 130 dus niet. Nu de derde beurt. Voor de verliefde man uit Surhuisterveen. Hij heeft nog even. Daar, de aanstaande mevrouw de Ruiter. Jitse Kramer, die heeft het voor gezien gehouden. Geldt ook voor Erik Hams. Die sparen krachten voor het volgende onderdeel. En dat doet nu ook Kelvin de Ruiter. Voor zijn eigen publiek. Gijs, boeien dan. Voor de 130. Lukte hem niet in de tweede beurt. Lukt het hem wel in de derde beurt. Zou een sensatie zijn voor de man uit Baarn. Nou. Kijken naar de jury, ja. Oh, wat mooi. 130 voor Gijs Boeien. Kijk hem blij zijn, joh. Dat zit lekker uit de manier in, hoor, altijd. Fantastische prestatie voor Gijs Boeien. Die zelf 105 weegt. En hier even 130 kilo uitstoot. Dennis van Beuzenkom dan. Heeft 130 in zijn tweede beurt achter zijn naam staan. Nu 140. Zou hem een mooie plaats onder de toppers opleveren. Als hem dat lukt. Het is zwaar, zeg. Het is zwaar. Ook voor de man uit Lopik die 36 is en eigenlijk geen echte historie heeft in de sterkste man van Nederland. Dus alles wat hij doet is in feite al geweldig. Maar dit zou lekker zijn. Het lukt hem niet. Het lukt hem niet. Blijft op 130 staan. Jonge Lange, zo
Johan Langhorst dan weer. Probeerde 150 in zijn tweede beurt. Lukte niet. Staat dus nog op 140. Een heel groot veld met mannen die op 140 zijn begonnen. En 150 lukt hem opnieuw niet. Oh, wat is hij boos, Johan Langhorst. Hij valt terug naar 140 in één beurt. Gaat punten, scheelt het niet zoveel. 140 dus in één beurt voor hem. Van der Kraan. Ook hij met 140 in zijn eerste beurt. 150 in de tweede lukte niet. Nu in de derde wel. Mag niet met je hoofd. Nee. Oei, wat een onderdeel wordt dit, zeg. Wat een slagveld wordt dit. Ook voor hem 140 in één beurt. Rick van der Torre dan. Ook 140 in de eerste beurt. 150 lukte niet. Moet nu wel lukken. Kan dan punten gaan pakken als dat lukt. Van der Torre. Uit zijn evenwicht. Oh. Een vier letterwoord uit de Engelse taal. Ik weet het niet, een overleg. Dankje. Ja, toch nog een keer klaarleggen. Halve minuut nog. Van der Torre. 150. Kom op, jongen. Rollen gaat goed. Weer uit zijn evenwicht. Stilstaan en dan uitstoten. Nee. Het wordt echt een slagveld hier in Surhuisterveen. Even dus kijken, hij valt ook terug naar 140 in één beurt. Dat kruipt een hele grote groep nu met 140 in één beurt. Ook Fouad Houssaini staat daar in principe nog op. Of het moet hem nu lukken wel 150 uit te stoten. Dan maakt hij een sprong in het klassement. Houssaini, nou! Ja! Ja! 150! Oh! Dat levert een toppositie op voor Fouad Houssaini. Ja! En zijn gezin is blij met hem. Oei! Richard van der Linden, hij moet oppassen. Van der Linden lukte het niet om 140 in de eerste beurt te hebben. Wel in de tweede, maar daardoor laag in het klassement tot nu toe. Hier gaat hij voor de 150. Dat moet dus lukken, anders verspeelt hij heel veel punten. Nee, het lukt hem niet. Oh. Een van de favorieten laat hier heel veel punten liggen. En dit kost veel punten. Ziet ook Jarno Hams. Jan Neman, Wagenaar. Dit is dus het moment waarop we wachten. 160 in zijn tweede beurt, nu 165. Hij zou daarmee de enige zijn tot nu toe die dat lukt. Het lukt hem niet. Nee, hij zegt ik spaar mijn krachten. Blijf staan op 160 en dan is dit dus de einduitslag. 12 punten voor Monen, Wagenaar 11 punten, Houssaini 10. En kijk, Richard van der Linden maar 6 punten. Alex, je wint dit onderdeel. Ja, dat is mooi. Dat is prima. Puntjes zijn belangrijk. Als jongen moet ik puntjes van afsnoepen. Ja, dat is deze keer gelukt. Ja, hebben jullie een beetje concurrentie onderling? Ja, we zijn een beetje replica's van elkaar. Alleen ik ben wat dikker, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde met ons. Ik ben nog in de groei, hè? Ja, ik ben nog in de groei, ja. Nou, we zijn gisteren nog wat eten geweest. En, Ja, gaat gewoon lekker. We gaan heel goed met elkaar. En, gewoon een saladetje, denk ik. Ja, met wat vleesje, hè. Dat kent het wel, hè. Ik denk dat het restaurant nu gesloten is. Ja, dat van het onbeperkt werk. Juist. Nou, succes met z'n tweeën. Dank je wel, dankjewel. In het algemeen klassement slaan Alex Monen en Jan Wagenaar een gaatje van 4 punten met Van der Linden en Houssaini. En kijk, Kelvin de Ruiter. Die heeft maar 3,5 punt. Maar ja, die gaat wel trouwen. Straks de medley, de wheelflip, de wasmachines, de koelkast. Alle reden om te blijven kijken naar de sterkste man van Nederland 2011. Tot zo! Ik sta hier met Alexander Monen, die op dit moment in het klassement op de eerste plek staat. Dat moet goed voelen. Dat voelt zeker goed, ja, Dennis. Ja. En ze moeten het houden nog de komende 4 onderdelen. Het volgende onderdeel. Ik heb je dit een keer eerder zien doen. Volgens mij ben je hier wel goed in. Ja, de wasmachines en de koelkasten laden, dat gaat vrij goed. Maar nu is het wel zo dat er eerst een 420 kilo zware band eerst 5 keer geflipt moet worden. Ik voorspel dat hier een aantal jongens aardig stuk gaan. Want het zal toch tijden rond de minuut worden. En dan een minuut 110% geven.
Dat is erg zwaar. Ja, want je ziet veel van die jongens, die zijn dan maximaal heel erg sterk. Maar als een onderdeel wat langer duurt dan 20, 25 seconden, dan zie je ze stuk gaan. Ja, ja, en dat is het mooie aan het strongman. Je moet eigenlijk allround zijn. Techniek, conditie en kracht hebben. En het is vaak heel erg leuk om die krachtoefeningen te doen. Maar het echte afzien, nou, ja, dat moet ook gebeuren. Dan ben je een allround strongman. Ergens proef ik dat afzien en zo en dat wat langer door, daar word jij wel vrolijk van. Daar word ik wel vrolijk van. Vind ik wel leuk, ja. Ja. Omdat je weet dat je daar beter in bent dan de rest? Ja, dat is een beetje mentale hardheid. En, ik ben wel wat gewend, dus dat vind ik wel leuk. Dit is maar een minuut hard gaan. En judo is 5 minuten hard gaan. Dus, Ja, want voor de kijker, we hebben veel met elkaar gejudo'd. 3 jaar geleden deed je nog volop judo. En dit is nou het derde jaar dat je dit doet. Een hele andere wereld, denk ik. Ja, een hele andere wereld. Judo is echt een hele individuele sport. Ondanks dat het ook individueel is, zie je dat de jongens heel erg anders met elkaar omgaan. Wat daaraan ligt, dat ze ook niet weten. Maar ja, dat is het grote verschil met judo. Maar niet te vriendelijk, hè, tegen die anderen. Want ik wil heel erg graag zien dat mijn oude judomaat natuurlijk sterkste man van Nederland wordt. Ja, nee, vandaag gaat het echt om de worst en dan is het niet te veel liefdadigheid. Zeker niet. Vandaag gaat het om de worst. En zo is het maar net. Het zal die twee worst wezen. En hem ook, Kelvin de Ruiter. De man hier uit Surhuisterveen tegen Jitse Kramer. En Jitse komt uit Leeuwarden. 5 flips moet je maken van een wiel dat 420 kilo weegt. Dan 2 wasmachines en 1 koelkast rechtop netjes neerzetten. De snelste tijd die geldt. Kramer tegen de Ruiter. Kramer aan de leiding. Die heeft de 5 flips erop zitten en die heeft de wasmachine nummer 1 erop staan. Maar de Ruiter komt nu terug. De Ruiter kan nog terugkomen. Kramer. Tweede wasmachine staat. Kijk, de Ruiter komt terug. Dat vinden ze leuk hier hoor, in Surhuisterveen. Nu komt het erop aan. Bijna gelijktijdig. Oh, daar gaat. Kramer rechtop. Kramer wint. 50, 65. En de Ruiter noteert als die stilstaat 55, 60. Geen echt slechte tijden hoor. Goed, zo, de eerste man die u kan volgen stellen. Deze man, Erik Hams, kent u. De nummer 5 uit het algemeen klassement. En tegen Gijs Boeien, die iedereen versteld deed staan bij het vorige onderdeel. Het boomstam tillen. 5 flips nu voor Hams en Boeien. En Hams heeft de gang erin. Voor Boeien is het allemaal nog wat nieuw. Kijk, ze fanatiek zijn ze. Oeh, wat is het zwaar voor Boeien. Hams heeft de 5 flips erop zitten en is al aan de wasmachine toe. Boeien ziet dat natuurlijk vanuit zijn ooghoeken. Maar geeft niet op. En dat siert hem. De leraar gymnastiek uit Baarn. 32 jaar. En daar gaat Hams. Ook de tweede wasmachine. En nu is Boeien pas aan zijn eerste toe. Tijd van Kramer 50-65. Komen beide heren niet aan. Dat is dus echt een goede tijd. Daar is Hams binnen op 1 minuut 59 honderdste. En Boeien houdt het op. Een tijd die natuurlijk wel binnen de 1 minuut 30 seconden moet zitten. Want dat is het maximum bij dit onderdeel. Gaat het hem lukken? Gaat het hem lukken? Met hangen en wurgen staat hij stil. Ja, net binnen de tijd. 1:25:18. Hams die daar bijna die wasmachine verliest. Maar het lukte hem wel. Dennis van Beuzen komt dan tegen de man die op het vorige onderdeel punten heeft laten liggen, maar nog altijd de favoriet is voor de sterkste man van Nederland 2011. 2 keer 2e, Richard van der Linden. Hier heeft wat goed te maken voor zichzelf en voor zijn fans. Is de oudste deelnemer, dat wel, 41 jaar, de man uit Hoofddorp. Maar blijft een hele sterke deelnemer. En wat wil hij het graag, ooit sterkste man van Nederland worden.
Het zou een kroon op zijn werk zijn. En kijk hem gaan. Hij geeft alles wat hij heeft. En krijgt van zijn fans ook alles wat zij hebben. Sprinten nu voor Van der Linden. Tijd van Kramer. 50-65. Nou, dat kon nog wel eens in de buurt komen. Of eronder. Alleen nog de koelkast. Van der Linden. Gaat hij hier een oorvijg uitdelen aan de concurrentie? 50-22. Sneller dan Kramer. Van der Linden helemaal terug in deze competitie. En dat kun je niet zeggen van Dennis van Beuzekom. U hoorde het al. Het is niet alleen kracht, het is ook techniek. Met name bij die wheelflip. En Dennis van Beuzekom, die beheerst die techniek te weinig. En dat is ook helemaal niet erg. Als je het zo weinig doet als hij, zeg maar nooit. En hier dan ineens mee mag doen in 2011 aan de sterkste man. De tijd tikt door naar 1 minuut 30 en dan gaat het fluitje, dan is het voorbij. En staat Dennis van Beuzekom op 5 flips en daar blijft het dan bij. Ik heb je de eerste twee onderdelen gezien. Dat vond ik je nog een beetje zenuwachtig. Maar nu ziet het eruit alsof je daar een beetje doorheen bent, volgens mij. Ja, kijk, boom is niet mijn favoriete onderdeel. Ik weet dat ik dat punt op laat liggen. Joke is goed. Maar de wedstrijd begon pas naar de boven van mij. Dus ik kon een keer nog wat verwachten. Okay. Dus we hebben nog niet alles gezien van je vandaag? Nee, we hebben niet alles gezien. Ik kom zo meteen nog. Okay. Succes. Dank je wel. Die elkaar even lekker op. Dat is weer een andere manier van voorbereiden, zeg maar. Patrick van der Kraan, die normaal altijd de meest hulpvaardige is van iedereen. Hier even met de koppen tegen elkaar met Johan Langhorst. Time to beat, om het maar eens in goed Fries te zeggen, is 50-22 voor deze heren. Van der Kraan heeft de gang er goed in. Alle twee eigenlijk wel. En kijk Van der Kraan gaan, die is al aan de wasmachines toe. En Langhorst nu ook. Van der Kraan. Gaat naar een goede tijd hoor, als hij het zo weet vol te houden. Nu alleen nog de koelkast. Langhorst nu ook. Twee wasmachines. 50-22 gaat hij niet meer halen. Staat nog 50-65 voor Kramer. Oh ja, in de buurt hoor. Mooie tijd. 53-28 voor Patrick van der Kraan. En Langhorst 58-53. Twee prima prestaties. Nu Rick van der Torre. Tegen Fuad Hussaini. Hussaini gedeeld derde in het klassement. Van der Torre staat zesde. Beide beheersen dit onderdeel. In zoverre dat ze het redelijk veel vaker hebben gedaan. Vijf flips. 420 kilo is die band. Anderhalve minuut heb je. En de beste tijd is nog altijd van Richard van der Linden. 50 seconden, 22 honderdste. Daar gaat Van der Torre. Hij moet rechtop staan. Hussaini gaat het niet meer belopen, maar is wel nu aan de vijf flips. En daar is de tweede wasmachine voor Van der Torre. Tijd van der Linden gaat hij niet meer redden. Kramer ook niet, maar waar komt hij wel op uit? Rick van der Torre is klaar in 54-84. Afgefloten door Berend Veenenberg. Zeven keer sterkste man van Nederland. En hier in die 25e editie van dat prachtige evenement. Natuurlijk aanwezig als de grote baas in meerdere opzichten. Hussaini, 1 minuut 30 is de limiet. Hij is eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om binnen die limiet te komen. Maar het wordt heel moeilijk en zwaar voor hem. Nog 8 seconden. En dan die koelkast die, oeh, bijna verliest hij hem. Veel groter is dan hij zelf. En ja,
Een halve seconde binnen de limiet. Fouad Hoessaini, maar wat heeft het een kracht gekost? Hij verliest hem bijna, het zal je gebeuren. Maar hij houdt hem net en zet hem keurig neer. 3 van 2 jaar geleden. Voorjaar nummer 4 van de moment van de waarheid voor Alex Smone. En Jan Wagenaar. 22, dat is het record. Dat zijn twee mannen die nog aan de tijd zouden kunnen komen van Richard van der Linden. 50-22. Alex Smone. Jantje Wagenaar hier in het zwart. Smone in het wit. Beide heren gaan goed. 5 flips. Vereist. 5 flips zitten erop. Wagenaar aan de leiding. Smone in de achtervolging. Mooi dit zeg. Wat een duel. Wagenaar behoudt zijn leiding bij de eerste wasmachine. Oh, kijk die mensen. En wij willen het ook zien. Maar Smone komt terug. Smone komt terug. Nee, oh, hij moet rechtop staan. En hier verliest hij tijd mee, zegt. Dit is zonde. Nu is hij gezien. En gaan we kijken. Wagenaar, 50-22 gevraagd. Tijd van Richard van der Linden. En Wagenaar komt eronder. 48-94. En Smone, wat een pech voor hem. 53-50. Kijk wat hem overkomt. Links. Hij legt hem verkeerd neer. En dan is Wagenaar weg. Snelste tijd. Ja. Winnaar van het onderdeel. Wat volgens mij onwijs zwaar is. Dus ik weet eigenlijk niet eens of je al kan praten. Een paar woordjes. Een paar woordjes. Nou, dat waren er al 2. Ja, 3. Kom. 3. Ja, ja, oké. Okay. Hij is wel scherp, hè? Hey, 48 seconden. Ja. Punt in de pocket. Heerlijk. Zo heerlijk. Ja, 2 concurrenten volgens mij, Richard en Alex. Ja, klopt. Ja, het is. Het gaat. Zo ik had gedroomd. Ja. En die droom was 12 punten op dit onderdeel. En Jan Wagenaar heeft ze te pakken. Van der Linden 11, Smone pakt er 8 in dit schitterende evenement met al die grote namen in de historie. Ja, ik sta hier met 32 jaar aan sterkste man verleden. De eerste sterke man van Nederland staat naast mij. Hoe is het nou om hier te staan? Geweldig. Leuk, die jongens hebben aan het werk te zien. Het is toch een prachtige sport die overgewaaid is uit Amerika. En daar ben ik mee begonnen. En nu is het gewoon een succes overal. U werd kampioen in 1979. Is er nou veel veranderd in al die jaren? Nou, niet zoveel. Ik bedoel, kijk. Ja, 10 onderdelen, en, maar ook prachtige onderdelen. Alleen, het is nu iets zwaarder. De onderdelen zijn nu iets zwaarder. Maar ik kan me als klein jochie nog herinneren. Ik zag jullie ook telefoonboeken scheuren. Ja, dat lukte in het begin niet. Dat was een speciale truc. Later heb ik een vrachtauto volgehaald in Haarlem. En toen lukte het wel. Toen werd ik kampioen van Nederland boeken scheuren. Een vrachtwagentje vol telefoonboeken? Ja, bij de. En halen met de telefooncentrale. Ik kon nog eens een Donald Duckie doorstouwen. Nou, een Donald Duckie, dat lukt bij mij dan nog net. Ik ga even naar Ted. Want naast Nederlands kampioen, vaak ben jij Nederlands kampioen? 3 keer hoorde ik. 3 keer, dat was je vergeten? Ja, de tel houdt niet bij. Kijk, je doet die wedstrijden en je doet me veel plezier. En ja, de keren dat je wint, ja, is leuk als je wint, is meegenomen. En je doet natuurlijk altijd mee om te winnen, maar het is ook, ja, de lol die je erin hebt, de fun en ja, noem maar op. En nou sport ik helemaal niet meer. Je hebt een beetje figuur zagen voor de lol, maar voor de rest ook helemaal niks meer. Dus ja. Figuur zagen en wat maak je dan? Ankertjes, bootjes, dat soort dingen. Goed, dus wil je een ankertje voor op het toilet, kan je bij je Ted aankomen kloppen. Nou maken we natuurlijk een beetje gein, maar we hebben natuurlijk 1 wereldkampioen. Welk jaar was dat? 92. Ja, dat was gewoon een 4 dagen achter elkaar strijden en dan, ja. Het was gewoon een heerlijke wedstrijd om te doen. In het begin was een beetje moeilijk, waren onderdelen bij wat Ted niet kon winnen. Dat zat er dik in. Maar op een gegeven moment begon ik goed warm te worden. En er kwamen wat waren je concurrenten? De belangrijkste was Magnus van Magnusson uit IJsland. Zie je dat soort gasten nog wel eens? Ja, ze komen elkaar heel zelden tegen op een beurs of wat ook. Ja, en dan is het rauwe jongens krentenbrood. Dat is wel lekker op deze sport. Net met Gerard ook, je ziet in elkaar jaren niet meer gezien. En ja, het is weer gewoon oude jongens krentenbrood. Het is toch heerlijk? Leuk, ik ga even naar zien. Kom jij nog wel eens kijken bij dit soort dingen? Heel af en toe.
Want als je gaat kijken, dan gaat het toch weer kriebelen. En ik ben bijna 60, dus ik wil liever eigenlijk niks meer breken. Ik heb net de bomen gezien met 160. Ik kan mij herinneren dat jij dat volgens mij ook wel gedaan hebt. Ja, mijn record stond op 162,5. En in Engeland heb ik een keer 180 gehad. 162,5, dan had je hier gewoon dikke punten gehad. Ja, en ik had er langer getraind natuurlijk, dus wie weet. Maar zou je het nu nog kunnen? Doe je er nog wat aan? Nou, ik train af en toe gewoon voor een beetje... Maar niet meer echt trainen, doe ik echt niet meer. Nee. Ik ben veel te bang, mijn rug is goed, mijn knieën zijn goed en dat wil ik zo houden. Dankjewel, mannen. Het algemeen klassement. Na drie onderdelen, Wagenaar slaat een gaatje met Mone van der Linden. Ook in de achtervolging en dan een groot gat met de rest. Kelvin de Ruiter is van zijn laatste plaats af. We hebben drie onderdelen gehad. Op dit moment staat Jan Wagenaar op de eerste plek, maar er hijgen er een paar in zijn nek. Volgende week weer drie onderdelen. Dus ik zou zeggen, zelfde tijd, zelfde zender. Kijken, weten wij wie de sterkste man van Nederland is in 2011. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurman Schoenen en Veenenberg Security Team. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurman Schoenen en Veenenberg Security Team. Welkom in Zeurhuisterveen bij de 25e editie van De Sterkste Man van Nederland. We hebben drie onderdelen gehad en het is enorm spannend. Absoluut, want kijk eens naar de top drie. Jan Wagenaar, Alex Mone en Richard van der Linden. Alle drie nog in de race in deze historische editie van Sterkste Man van Nederland. Want het is de 25e. Hier Ab Wolders, drie keer sterkste man. Gerard Dupri, de eerste sterkste man van Nederland. Siem Wulfse, ook zo'n schitterende naam, net als Ted van der Parre. En natuurlijk Berend Veenenberg. Nog altijd betrokken bij dit evenement als organisator. Veenenberg, de enige die Ted van der Parre ooit wist te verslaan. En zo zien ze er nu allemaal uit. Links Veenenberg. Hier Jarno Hams, kan niet meedoen helaas. En dit is Siem Wulfse anno nu. Het is prachtig. Hier Gerard Dupri, allemaal onderscheiden. En Veenenberg, die laat nog even zien hoe het volgende onderdeel moet worden gedaan. Hij zegt het is goed, de truckpool. Jij bent natuurlijk een van de weinigen die het kan testen hoe het, of het met of zonder touw moet. Nou, ik denk, het is vandaag een goede pool met Hanna's en Roop. En dan denk ik dat ze allemaal goed de finish kunnen halen. Want de bedoeling is, wat weegt zo'n vrachtwagen en hoe ver moet die? De vrachtwagen zoals die er nu staat is 22 ton. En dan moeten ze over het afstand van 20 meter moeten ze die trekken. En wie dan de snelste tijd heeft, die heeft dan uiteraard gewonnen. Volgens mij, want ik zag jou net dat vrachtwagentje naar voren trekken. Jij was hier altijd wel goed in, hè? Ach, sommige dingen verleer je niet, hè? Dan blijven nog altijd een beetje zitten. En het is ook elke keer als je er weer bij bent, jeukt het en blijf jeuken. Dus je hebt altijd wel iets van, je moet er niet te kort bij komen, maar heb je altijd de neiging om, om toch... Ik heb wel eens gehoord, als het jeukt, dan moet je krabben. Ja, dat heb je gehad. Daar heb je wel gelijk in. Maar in dit geval krabben je veel meedoen en daar wil ik nog even afstand van houden. Wie denk je die dat de grootste kans maakt om te winnen? Ik tip Jan Wagenaar. Eerst kijken we naar Dennis van Beuzekom, de nummer laatst in het algemeen klassement. Maar het valt hem niet aan te rekenen, de man uit Lopik is niet ervaren in dit evenement. Maar doet toch mee en laat zich zien. En dat is al schitterend. In het harnas dus, een techniek en kracht in één onderdeel samengebald. Van Beuzekom gaat de eerste tijd neerzetten. Er is een tijd maximum van 1 minuut en 15 seconden. Blijf je daar niet binnen, telt de afstand die je hebt getrokken. 20 meter dus. En Van Beuzekom probeert het ritme erin te houden. Wordt nu afgefloten. 40-72 zet hij dus de eerste tijd mee. Dennis van Beuzekom. 40-72. Dan Fuad Hussaini. Die man die eigenlijk te licht is om mee te doen met al die zwaargewichten. Maar hij wil dat. Hij wil met de zwaargewichten meedoen. Hij staat zesde in het algemeen klassement. En laat zien dat als je eenmaal de gang erin hebt, dat het helemaal goed kan komen.
heel snel ritme met de benen. Die natuurlijk ook verzuren halverwege. Ook bij Fouad Oussaini uit Hellevoetsluis. 30 jaar is hij, 110 kilo. Ja, dat is eigenlijk niks vergeleken bij de anderen. Alleen Gijs Boei uit Baarn is nog lichter dan hij. Tijd van Beuzekom, 40-72. Komt Oussaini niet aan, dan wordt Beuzekom hier dus geen laatste. Sowieso niet. Oussaini heeft 49-60. Hier is die Gijs Boeien. 105 kilo maar. De gymleraar uit Baarn. Wat kan hij laten zien? 22 ton. Nou. Dat ziet er snel uit. Als de man met de hamer niet komt, kon dit nog wel eens een mooie tijd worden. Nou, Gijs Boeien. Gijs Boeien. Geen verval. En 33,97. Oh, daar zal hij blij mee zijn, zeg. 33,97. Gijs Boeien. Ja, dat mag dan. Wat een biceps. Erik Hamst, de broer van Jarno. Al vindt Jarno dat dit zijn broertje is. Oeh, glijdt uit. Dit kost tijd. Hij herpakt zich prima. Zevende in het algemeen klassement. Aangemoedigd natuurlijk door al die anderen uit Vroomshoop. Tijd van Boeien, 33,97. Komt Hams daaraan. Oh, het gaat goed. Het gaat heel goed, zeg. Wat een snelle tijd. 30-41. Wereldtijd. Echt een wereldtijd. Johan Langhorst dan uit Sneek. 25 jaar. Jongste deelnemer op Kelvin de Ruiter na. De man uit Surhuisterveen. Maar dus ook een Fries, Langhorst. Die achtste staat in het algemeen klassement, in deze historische editie van de sterkste man van Nederland. In Friesland. Erik Hams, 30-41. Langhorst heeft iets meer moeite. Aan kracht geen gebrek. Maar het is die techniek die ook belangrijk is. Waar komt hij op uit? Ook niet slecht hoor. 36-75. In ieder geval voor Van Beuzekom en Oussaini. Wat is er gebeurd? Ja, de benen zitten helemaal vol. Hele zware wedstrijd, veel loopwerk. Ja, de benen zitten vol. Ik heb even hulp nodig met lopen. Even zelf los. Niet meer kunnen lopen, even losschudden die benen. Even los. Ja, even losschudden. Okay. Kelvin de Ruiter dan. Voor degene die vorige week hebben gekeken, je zou het niet zeggen als je hem zo ziet. Maar hij vroeg vlak voor dit evenement zijn vriendin ten huwelijk. En zij zei ja. Hij gaat dus trouwen. Kijken of hem dat extra energie oplevert. Normaal gesproken wel natuurlijk als je verliefd bent. Daar word je sterker van. Daar de aanstaande mevrouw de Ruiter. Kelvin de Ruiter gaat goed, zeg hij. Hij voorspelde het al voor het evenement. Dit is mijn onderdeel. Waar komt hij op uit? 30-72. Net achter Erik Hams. Schitterend. Wel een snelle tijd, helaas niet de snelste. Ja, redelijk. Niet tevreden. Niet tevreden, want dit is jouw onderdeel. Ja, super wel, ja. Ik zat daar te kijken naar, want dat zijn al je fans, hè. Ja. Ze gingen helemaal uit hun dak. Ja, mooi. Dat helpt wel. Ja, dat helpt wel. Ja. Je zit stuk, hè? Ik ben stuk. Doe maar even rustig. Het zijn de mooiste momenten bij de sterkste man van Nederland. Zolang als het al bestaat, die interviews met de atleten die gewoon er niet uitkomen. Van der Torre is dit. Die beheerst dit ook hoor. De truck is in gang. Nu in gang zien te houden. Het beentempo ziet er goed uit. De grip is ook goed. De snelheid moet blijken. Erik Hams, 30-41. Van der Torre
Daar gaat hij net niet aankomen. Hij is zelf over de streep, maar die banden moeten over de streep. En daar komen die banden in 34-29. Hoog in de middenboot. Nee hè, als het gaat regenen, dat is nadelig voor dit onderdeel. En dat moet Alex Mone dan net hebben. Opletten dat hij niet uitglijdt. Mone, één van de mannen die vandaag zouden kunnen gaan winnen. Vorig jaar was hij derde, het jaar daarvoor was hij tweede. Dus Alex Mone in potentie. Het zou moeten kunnen. En hij staat tweede in het algemeen klassement. 4 punten achter Jantje Wagenaar. Mone en de truck. 30-41 gevraagd. Dat is misschien iets te veel gevraagd. Zeker weten zelfs, maar 33-22 is hoog in het klassement. Alex Mone. Ja, al gelijk moeite met de grip voor Patrick van der Kraan. Natuurlijk, de omstandigheden in zijn nadeel. Kijk, het is glad aan het worden. En dat is ernstig in het nadeel van Patrick van der Kraan. De man uit Vlaardingen. Vorig jaar sterkste man van Zuid-Holland. En je ziet waarom. Wat een beer van een vent. Richten wij ons op de tijd van Johan Langhorst bijvoorbeeld. 36-75. Zou die net moeten kunnen redden? Nee, redt hij niet. 38-78. Teleurstellende tijd voor Patrick van der Kraan. Maar het heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat het is gaan regenen. Glibberig is het daar. En dus moet ook Jitse Kramer onder die omstandigheden de truckpool doen uit Leeuwarden. 30 jaar, 127 kilo. Derde bij de sterkste man van Noord-Nederland. En hoe doet hij het hier? Jitse Kramer. Ook veel supporters natuurlijk in Surhuisterveen. Vriezen voor Vriezen. Zo zit dat. Waar komt hij op uit? Oeh, het laatste is zo zwaar voor hem. 35-31. De omstandigheden worden er niet beter op. Hoe ging het? Ah, redelijk. Ja. Het is nat. Dus heb je wat nadeel van? Ja, het is nu keihard gaan regenen. Terwijl de eerste hebben natuurlijk nog droog mogen trekken. Ja. Is dat een enorm nadeel? Niet echt. Alleen bij touw. Dus als het goed nat is, heb je een goede grip. Met deze schoenen. Met die schoenen krijg je meer grip als het nat is? Of is het geen verschil? Op zich moet het niet zoveel uitmaken. Maar de touw wordt wel nat. Wel nat. Dus daar heb je wel nadeel van. Richard van der Linden. De nummer 3 in het algemeen klassement. 5 punten achter Jantje Wagenaar. Dit is een onderdeel voor hem. Maar hoe houdt hij zich onder deze weersomstandigheden? Erik Hams heeft 30-41. Als hij die tijd verslaat, staat hij bovenaan. Richard van der Linden. Vorig jaar de tweede. Sterkste man van Nederland. Hij wil nu eerste worden. Hier in deze historische editie. Kijk hem gaan, zeg. Kijk hem gaan. 30-41, haalt hij, ja! 28-81. 28-81. Ho, ho. 41 jaar. Richard van der Linden. Netjes, netjes, netjes. Ik zei al, je groeit erin, hè? Groei erin. Zeg het tegen Wim, 28 seconden haal ik. Het ging. Dus, gaat lekker, lekker gevoel. Jongen, je gaat dat terugzien op televisie, hoe je nu uit je ogen kijkt en toen we begonnen, zeg maar, 3 onderdelen geleden. Ja, geloof ik graag altijd die spanning in het begin. Dus. Nou, die is eraf en je gaat als een trein. Ja, dat is meestal. Ja. Bedankt. Richard van der Linden, die zelfs een mental coach in dienst nam om aan te tonen dat sterkste man van Nederland niet alleen krachtpatserij is, maar ook een groot mentaal aspect heeft.
Er is nog één man die Richard van der Linden van de 12 punten zou kunnen afhouden. En dat is Jantje Wagenaar, de aanvoerder in het klassement. Wagenaar, de richttijd is dus 28.81, is wel een hele scherpe tijd hoor. Zelfs voor Jan Wagenaar uit Scharnegoutum. Maar hij gaat ervoor. Nee, hij komt er niet aan. Hij komt er niet aan! Hoe erg wordt de schade voor Jan Wagenaar? 32-13, vierde tijd. Jan Wagenaar, 32-13. En ontevreden. Komt ook omdat Van der Linden dus 12 punten pakt. Kelvin de Ruiter pakt er 10, dat is leuk voor de local hero. Maar Mone en Wagenaar leiden dus puntverlies ten opzichte van Richard van der Linden. Ja, ik denk niet dat je tevreden kan zijn. Nee, hij moest beter. De stand van zaken en de starters. Niet goed. Ik zag Richard, ja, in het begin heeft hij natuurlijk wat laten liggen, maar die gaat nu echt als een trein. En komt dus ook natuurlijk dichterbij. Ja, dat maakt het spannend, hè. Ja. We hebben de stones nog. Is dat een beetje jouw ding? Ja, die moeten erop. Ja. Alle vijf? Allemaal. Allemaal. Ja. De spanning is er helemaal, hè? Spanning is terug. Spanning is terug. Maar ja, we hadden het natuurlijk even over je droom gehad. Ja, die zit er nog in. Dag. En waarom niet? Want Jan Wagenaar leidt nog altijd het klassement na 4 onderdelen. 2 punten, dat is het verschil met Richard van der Linden. Ook Alex Mone doet natuurlijk nog mee. Wat een heerlijke spanning hier in Surhuisterveen. En het gaat gewoon straks na de reclame door met inderdaad die atlasstenen. Ik zou zeggen, tot zometeen. Het vijfde onderdeel, altijd een van de meest spectaculaire, dat zijn de stones. Ik sta naast Rick, je staat vijfde. Hoe gaat het? Ja, het begin vond ik een beetje mat van mezelf, maar het begint er lekker in te komen. Het is in de top echt reuze spannend. Ja, ik denk niet dat het eerder zo spannend is geweest. De stenen, ja, kan je heel even uitleggen wat gaan we doen vandaag? Ja, we beginnen aan deze kant, dat is de hoogste, maar met het laagste gewicht. Die is 120 en dan moeten we zo aflopend laden naar een zwaar gewicht toe. Dus die is 120, 140, 150, 160, 180. 180 kilo de zwaarste. Dat lijkt me vrij lastig om die erop te krijgen. Ja, maar voor sommigen is het eerst ook al lastig, omdat het zo hoog is. Heb jij daar last van? Nee, normaal gesproken niet. Dus nee, het moet goed komen. Ga ik 5 stenen zien van je? Ja. Hier staat, hè? Eerst kijken naar Dennis van Beuzekom. De nummer laatst in het algemeen klassement, maar hij leidt daar psychisch totaal niet onder. Is blij, de man uit Lopik, dat hij mee mag doen. En geniet van alles, ook zelfs van het slechte weer. Want ook de regen heeft natuurlijk invloed op dit onderdeel. Het gaat om grip. Ted van der Parre weet er alles van. Grip en power. Maar Van Beuzekom, nou, voorlopig niet slecht. De eerste 2 stenen liggen erop. Dit is de derde van 150 kilo. Dat is even te zwaar. Even terugstappen. Even diep ademhalen. Kracht herpakken. Extra hars. En door. Er is een tijdslimiet van 1 minuut en 15 seconden. Dus die 5 stenen, dat gaat hij niet meer halen. Maar Dennis van Beuzekom gaat alles geven om die steen van 150 kilo er nog op te krijgen. Van Beuzekom. Daar gaat hij hoor. Ja, het publiek. En hij is ook ontzettend blij. 3 stenen voor hem. Klasse gedaan, zichzelf overtroffen. Applaus voor Dennis van Beuzekom, hij komt met 3 stenen in de tijd van 1.11.27. 1.11.27. Mooi hoor. Patrick van der Kraan dan. Staat 6e in het algemeen klassement en dat is klasse. Eerste steen ligt erop in 7.43. Tweede. Gaat ook redelijk soepel, maar moet wel blijven liggen natuurlijk. Zo soepel gaat het uiteindelijk niet. 18.77. De tijd van de tweede steen. Nu wordt het zwaarder, maar minder hoog dus. Ligt er ook op. Nou.
Halve minuut heeft hij 3 stenen. Oeh, dit is moeilijk. De grip. Hij heeft hem op de knieën. Hartstochtelijk aangemoedigd. Ach, het lukt hem niet. Stopt hij er nou mee? Of gaat hij nog door? Hij heeft nog 5 seconden iets meer. Dan moet het in 1 keer goed zijn. Nee. En het blijft bij die 3 stenen, maar wel binnen 31 seconden. Johan Langhorst dan. Langhorst staat gedeeld 9e in het algemeen klassement. De man uit Sneek. Zelf weegt hij 117 kilo. Dat is niet al te zwaar. 25 jaar is hij. Oh, al te veel moeite heeft hij niet met die eerste steen. Dan de tweede. Hij heeft natuurlijk zijn lengte mee ten opzichte van de kleinere deelnemers. Kijk, hem is lang zijn daar. Op voor de derde steen. Nog geen van de deelnemers heeft er meer dan 3 op weten te leggen. En ook Langhorst lukt dat. Even terugstappen. Hoe is het met de krimp en de concentratie? 1 minuut 15, de tijdslimiet. Als hij die 4e erop legt, pakt hij brutaal de leiding in het voorlopige klassement in dit onderdeel. Oh, het lukt hem niet. Al zoveel krachten verspeeld bij die eerste 3 stenen. En hij laat het voor wat het is. Hij legt er 3 stenen op in 39-80. Jitse Kramer dan. Uit Leeuwarden. 30 jaar. Zelf 127 kilo. Met ontbloot bovenlijf gaat het beter. Zo lijkt hij uit te stralen. Kijk hem gaan, die Jitse Kramer. 14 seconden, 2 stenen. En hoppa, in 1 beweging ook die 3e steen. Waar gaat dit naartoe voor Jitse Kramer? Ja, hij is de eerste met 4 stenen. Kom op, zegt hij, Sir Huisterveen. Help me. En ze helpen hem. Jitse Kramer. Gaat het hem lukken? 5 stenen. Dit is zo zwaar. En het lukt hem. Het lukt hem. 52-21. Sir Huisterveen wordt gek. 52-21. Ja, heerlijk, heerlijk. Mooi, hè? Ja, het maakt mijn dag echt goed. De eerste 3 gingen echt, dat leken wel pingpongballen. Ja, maar het is echt, bij de eerste 2 is timing heel belangrijk. Als je de eerste 2, dan heb je die 3e, 4e, 5e. Ja. Dus op deze hoogte. Timing is heel belangrijk, dus kracht heb je eigenlijk niet nodig. Beetje maar timing. De eerste 2 is timing heel belangrijk. Ja. En de laatste 2, 3 is gewoon lompenkracht. Pure power, lompenkracht. Nou, dan heb ik een mededeling voor je. Dan bezit jij zowel timing als lompenkracht. Ja, zo kun je het stellen. Dankjewel. Goeie combi. Dat kun je zeggen. Wie gaat daar nog aankomen, zeg? 5 stenen in 52-21. Rick van der Torre gaat het proberen. Dat is snel. Rick van der Torre heeft eerste steen voorlopig als snelste erop. Maar heeft hier een tegenslag. Er gaat hier tijdverlies leiden. Heel veel tijdverlies. 22 seconden, 2 stenen. Kramer deed het in 14,5 seconden. Van der Torre, 3e steen. Zonder zichtbare moeite, zo lijkt het. Maar dat is maar uiterlijk vertoon, uiterlijke schijn. Hij heeft er 3 op liggen. De 4e. Glijdt weg. Het hars herverdelen over de binnenkant van de armen. In het interview met Dennis vooraf zei Rick van der Torre: ik ga er 5 opleggen. Hij heeft er nu 4, maar niet zoveel tijd meer. Nog 15 seconden. 15. Hij vraagt het ook.
hij nog maar. Het moet in één keer goed nu. Beste tijd haalt hij niet. En hij haalt ook de vijf stenen niet. Oh. Rick van der Torre. Afgeblazen. Vier stenen in 57-33. Ik vind het vervelend om je aan je afspraak te houden, maar ik ga het toch doen. Ja, dat ging mis bij de tweede. Die gooide ik net te laag. Ik kwam weer terug. Ja, dan zit je er niet echt lekker meer in. Vreet dat dan zoveel energie dat je dan later bij die bal 5 dat net mist? Ja, als hij lekker in één reeks gaat, dan meestal gaat die vijfde dan wel. Ja, het is niet anders. Ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat snap ik. Ik ook. Gijs Boeien, ook met ontbloot bovenlijf. Wat was hij goed bij de truckpool? Maar hoe beheerst hij dit? Dit is echt niet alleen techniek, maar dus ook plompe kracht. Lompe kracht. Dit is klas. De man uit Baarn. Een lichtgewicht met zijn 105 kilo. Extra moeilijk voor hem. Krijgt hij hem over die rand? Gijsje Boeien. Oh, oh, oh. We hebben gezien wat voor biceps die heeft. Maar nu moet de tweede atlassteen van 140 kilo erop. Daar is hij bijna over de rand. Met zijn schouder. Het mag allemaal. Oh, oh, oh. Als hij zich maar niet blesseert. Kom op, jongen, over die rand. Nog één klein centimeter. Oh, daar gaat hij. Oh, wat erg dit. En hij rolt weg. Dan blijft hij op één steen staan. Want kijk die tijd rechtsonder in beeld. Onverbiddelijk naar de 1.15 tikken. Hij legt hem keurig terug voor de volgende. Gijs Boeien. Eén steen. Net binnen de 11 seconden. Heel zwaar is het natuurlijk onder deze omstandigheden. De grip is al een probleem bij de Atlas Stones. En nu helemaal. Belangrijk moment dit. Een van de mogelijke winnaars van deze historische editie van de Sterkste Man van Nederland. Alex Monen staat derde in het algemeen klassement. 5 punten achter Wagenaar, 3 punten achter Van der Linden. Moet hier een klassering neerzetten om aan veel punten te komen. En is goed op weg, Alex Monen. 3 stenen binnen de 25 seconden. 52-21, de tijd van Jitse Kramer. Wat doet Monen? Komt hij ook aan de 5 stenen? Het lijkt er wel op, maar wat wordt zijn tijd? Alex Monen, de aardrijkskundeleraar uit Schindveld, gaat voor de 12 punten. Wordt lastig. Gaat hij niet halen. Eerst die vijfde steen. Ja hoor. 55-65. Net achter Jitse Kramer. Vijf stenen, Alex. Ja, vijf. Maar denk niet snel genoeg. Nee, nou niet snel genoeg. Nee. Maar nou goed, kijk wat de concurrenten doen. Dus ze gingen een beetje een paar puntjes terugsprokkelen. Ze gingen er wel alle vijf vrij makkelijk op. Ja, een beetje tactisch gekozen. Een beetje rust tussen doornemen. Je kunt heel snel gaan hier vergrabbelen, zoals ik met de Champions League deed. En ja, ik heb ze allemaal erop, dat is het belangrijkste nou. Ja, je hebt nog energie dus, want je ziet bij sommigen zie je het knakken nu. Ja, ik ben goed ziek geweest deze week, antibiotica. En dat hakt er nou ook al in. Maar schijn moet ook. Dat is iets met smoesjes, heet dat toch? Dat doen we toch niet? Nee, dat doen we niet. Nee, dat klopt. Het net spant zich om deze 25e editie van de Sterkste Man van Nederland. De hele historie is naar Sir Huisserveen gekomen om deze editie mee te maken. En dit is de man die het algemeen klassement aanvoert. Met een marge van 2 op Richard van der Linden, Jantje Wagenaar. Hoe doet hij het? 52-21 is de tijd van de vijfste. Oh, oh! Ja, dit gaat tijd kosten inderdaad. Kramer, Jitse Kramer heeft 52-21. En de tweede steen, een probleem voor Jan Wagenaar. Gaat hij die tijd nog inhalen? Gaat hij die 5 stenen überhaupt halen? Dit is nummer 3.
160 kilo, dat weegt de vierde steen. Die ligt er ook lekker op. Hij kan nog steeds aan die tijd komen. Dan moet het nu helemaal goed gaan met die 180 kilo. En dat gaat het. Zo, 44-36. Jantje Wagenaar uit Schuinegoten. Snelste tijd. Vijf ballen erop. Volgens mij heel belangrijk voor het klassement. Dan laat ik ook een donder, hè? Ja, je hebt er eigenlijk zes gedaan. Ja. Ik weet niet of ze dat meetellen. Maar ik vind het wel een bonuspuntje. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Daar kunnen we even later nog over praten. Maar je tijd ook sneller dan Alex. Alex Monen. Dus ja, je gaat weer een paar puntjes er bovenuit komen. Want dan gaat hij niet mogen vallen. Nee. Stom. Ja. Want je denkt, Richard. Ja. Zeker. Ja. Dus het blijft tot het einde blijft het spannend. Heerlijk, hè? Ja, ik geniet. Ik ook. Het vallen gold die tweede steen. We gaan straks zien of het een punten gaat kosten ten opzichte van der Linden. Eerst naar de lokale held uit Surhuisterveen. Dit is Kelvin de Ruiter. Weet sinds vanochtend dat hij gaat trouwen. Toen hij zijn meisje vroeg en ze ja zei. In ruil voor een mooie ring. Kelvin de Ruiter. Tweede steen ligt. Wil natuurlijk in zijn Surhuisterveen iets laten zien. Gaat goed hoor. Dit is de derde in iets meer dan 30 seconden. Nu de vierde. 160 kilo. Komt-ie? Komt-ie niet? Komt-ie wel? Ja, dat is hij. 46-21 voor vier stenen. Snelste tijd heeft hij bij lange na niet. Maar hij kan heel hoog in het klassement komen als hij überhaupt die vijfde erop legt. Dat lukte maar drie anderen. Tot nu toe, nee. Hij zegt het is goed geweest. Maar niettemin een prima prestatie van Kelvin de Ruiter. Vier stenen in 46-21. Erik Hans. Hans staat vierde in het algemeen klassement. Heeft weliswaar een grote achterstand, maar die zou hij nog kunnen inlopen in die laatste twee onderdelen. En hij gaat goed hoor, voortvarend. Hier is zijn broer. Die zijn titel dus kwijtraakt. Hij kan niet meedoen aan deze editie van de sterkste man van Nederland. Maar Erik wel. 23-70 voor drie stenen. En het gaat steeds harder regenen. Kijk die stenen. Veel te glad zijn ze. En hij baalt ervan. Iedereen heeft een paraplu. Maar die stenen worden natter en natter. En Jarno komt hars brengen voor de grip. Droog maken met die handdoek. Oh, wat erg voor de prestatie van Erik Hams. Deze stortbui die over Surhuisterveen raast nu. Kom op, jongen. Erik Hams komt niet in het groepje met vier stenen. De Ruiter en Van der Torre als hij opgeeft, maar hij... Oh, wat baalt hij. Wat is hij kwaad. Daar is hij aan de tijd. Houdt het bij drie stenen in 23-70. Sien Wulfse, ook zo'n grote naam uit de historie, ziet dat Richard van der Linden nu aan de beurt is. De grote concurrent van Jantje Wagenaar. Jan Wagenaar is ook bezorgd over de prestatie van der Linden in dit onderdeel. Twee punten achter van der Linden. Wagenaar, vijf stenen in 44-36. Van der Linden heeft ook last van die grip. Kijk, het is nat zijn overal. Maar hij gaat nog goed. Richard van der Linden. Uit Hoofddorp. Vorig jaar tweede, 2008 tweede. Dit is zijn kans om een keer sterkste man van Nederland te worden. Oh, die natte stenen. Richard van der Linden laat lopen. Hij moet hars hebben. Wie komt hem helpen?
en snel een beetje. De tijd tikt zo onverbiddelijk door. En gaat hij hier dan schade oplopen voor het algemeen klassement? De man die zich zoveel had voorgesteld van deze editie van de Sterkste Man van Nederland, waar het zijn eigen kansen betreft. Oh, hij moet het hier laten liggen. En hoe fataal wordt dit dan met nog één onderdeel te gaan voor Richard van der Linden? Oei, oei, oei. Dat is gewoon. We gaan eerst herstellen en kijken. Hey, en ja, die regen. Kom, bekijken. Spekwad. Geen grip, niks. Nee, maar ja, dit kan je het kampioenschap kosten. Ja. Ik heb niks aan doen. Nee. Regen. Dus. Ja. Maar ja. Als ze ben ze een stenen zaak is eigenlijk nat. Hey, geen grip erop. Want jullie zitten helemaal onder de hars. Ja. Om die grip te houden, maar dat maakt dan denk ik niks meer uit. Nee, maakt niks meer uit. Als hij glijdt omdat hij nat is. Dus kijk, het is. Je kunt het vergelijken met een spons. Ja. Hoe ziek ben je hiervan? Ja, heel ziek. Het is gewoon kut. 12 punten voor Wagenaar. Mone heeft 10 punten. En kijk, Richard van der Linden. 7 punten en 6e op dit onderdeel. Het algemeen klassement. Wagenaar heeft een gaatje. Maar er is nog één onderdeel te gaan. Van der Linden en Mone nog altijd in de achtervolging. Wat een spanning in deze historische editie van de Sterkste Man van Nederland. De 25e editie. Wie gaat hem winnen? Van der Linden, Wagenaar of Mone? Je ziet het straks na de onderbreking. Tot zo. In het meestal zonnige Surhuis Terveen regent het op dit moment pijpenstelen. Ik sta naast Jan. Met 7 punten sta je aan de leiding. 7 punten op de nummer 2. Eigenlijk kan er volgens mij niks meer mis. Er kan van alles nog mis. Noem eens wat. Nou, als ik laatst eindig, dan zijn ze me voorbij. Maar ik heb jou vandaag gezien, de eerste 5 onderdelen. Voor mij ben je veruit de sterkste. Nou, veruit wil ik iets zeggen, maar een beetje bescheiden. Wij zijn Friesen, hè? Die zijn bescheiden, hè? Ja. Ja. Nou, dan zeg ik het. Dat maar. Ja, en misschien kan je heel even uitleggen dat laatste onderdeel. Waar van alles mis kan gaan, zoals je net zo mooi zei. Dat weet ik toch nooit, hè? Nee. Wat gaan we doen? We gaan die wasmachine moeten we pakken. Moeten we hier over de lijn heen brengen. En dan moeten we dit leuke ding, dat anker, moeten we terugslepen over de grond. En dan daar weer over de lijn. En dat is het eigenlijk. Meer is het niet. Meer is het niet. Wat weegt dat ankertje? Want ik denk die wasmachine is niet zo'n probleem. Nee, die wasmachine is niet. Dat is het werk niet. Nee. Maar dat anker? Dat is het werk, ja. Wat weegt dat anker? Ik heb gehoord 275 kilo. Ah, je hebt dat anker wel eens een keer in je handen gehad, denk ik? Ik heb hem nog nooit in mijn handen gehad. Nee? Nee. Maar met 7 punten voorsprong, denk als jij je top 3, top 4, dan ben je een sterkste man van Nederland, Jan. Ja, Dennis. Voel je de druk al? Nee, nee, helemaal niet. Nee hoor. Ik zie het straks en ik hou niet van druk, hè. Daarom gaat hij erin. Succes. We gaan het zien of de dakdekker uit Scharnegoutum het gaat redden. Dit is Fouad Ousseini, die geblesseerd moet uitstappen uit deze editie van de Sterkste Man van Nederland. Een historische editie. Het is de 25e keer. En wij kijken naar Gijs Boeien. En dit is Johan Langhorst. Dit was makkelijk, zei Jantje Wagenaar. Dat anker, inderdaad, 275 kilo. En dat moet je dan 15 meter verslepen. Stoom komt er vanaf, want het regent nog altijd in Surhuis Terveen. Langhorst aan de leiding. Langhorst, en daar komt Boeien. Langhorst denkt dat hij er is. Nee, die andere streep is het. Hoho, en dan gaat Boeien hem toch winnen. 34-03. Gijs Boeien. En nu is ook Langhorst binnen. 40-78. Ja, boos natuurlijk. Ik stop bij die lijn. Dacht dat die eerste lijn de lijn was. Maar het was die andere lijn van de parkeerplaats hier in Surhuis Terveen. Patrick van der Kraan is dit. En dit is Kelvin de Ruiter. Die komt uit dit dorp waar de kerkklokken nu schallen. De Ruiter heeft een flinke sprong gemaakt in het klassement. Is nu 8e. En Van der Kraan staat 7e. Een half puntje staat er tussen deze twee. Dus een positie op het spel. En Van der Kraan neemt de leiding.
Hij weet inmiddels welke lijn hij over moet, daar waar die bloembak bij staat. Kelvin wordt hartstochtelijk aangemoedigd. Maar moet het afleggen tegen Van der Kraan. 27-66 voor hem en 28-78 voor Kelvin de Ruiter. Hier een van zijn fans. En Van der Kraan heeft ook fans. Rick van der Torre dan. Uit Vlaardingen. En dit is Jitse Kramer. Op het vorige onderdeel verrassend tweede. De Atlasstenen. Hoe is hij hier? Jitse is zesde. Rick is vijfde. 3 punten ertussen. Dus Jitse moet hier fors voor Van der Torre eindigen. Wil hij nog een sprongetje maken in het klassement? Nou, Van der Torre moet even het anker laten lopen. En zie het dan nog maar weer eens in de gang te krijgen. Kramer heeft ook moeite. Van der Torre is hem alweer voorbij. Maar hij is nog niet over de lijn. Hij glijdt uit op dat gladde plein hier. Kramer is binnen. 34-66. Oh, Van der Torre. Uitgegleden over de kletsnatte keien. In Surhuisterveen is boos ook. 45-88. Je bent het spuugzat, volgens mij. Ja, het is gewoon kut. Ja. Ik had op die vierde plek gegokt. Ja. Ja, dat zal er nu niet meer in zitten. Nee. Hey. Wat gaat er dan mis? Ja, ik gleed net weer weg. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes vandaag, dat het net niet is. Ja, die dagen zitten er ook wel tussen, helaas. Ja, ik bedoel, de power heb je. Ja, ja. Alleen, je hebt echt zoveel pechdingetjes gehad vandaag. Ja, ja, in principe wel, ja. Ja, goed. Ja, ja, je kan er wel om lachen, ja, maar... Ja, het is gewoon kut. Ja. We veranderen er niks aan. Nee. Dus dat wordt ziek naar huis zo. Ja. Nou ja, naar Vlaardingen toch? Ja. Het is maar een klein stukje hoor, vanaf hier. Het is maar het halve land door, maakt niet uit. Voor de nummer 5 van vorig jaar, die dus opnieuw vijfde dreigt te worden. Rick van der Torre. Richard van der Linden dan tegen Erik Hams. Van der Linden was ja, toch de titelfavoriet bij afwezigheid van Jarno Hams, de broer van Erik. Maar Richard van der Linden liet het liggen bij de Atlasstenen. Hij moet hem rechtop zetten, opnieuw tijdverlies. Voor Van der Linden. Het anker van 275 kilo voortvarend getrokken door Hams. Maar daar is Van der Linden zonder enige inspanning, zo lijkt het. Zo doet hij het ons voorkomen. Daar gaat hij, Van der Linden. Heel goed zeg. 26-34. Beste tijd tot nu toe. En Hams is hier binnen in 36-94. Van der Linden doet wat hij moet doen. De snelste tijd neerzetten tot nu toe. Niemand trekt sneller aan het anker dan Richard van der Linden. Wat een tijd. Maar is het genoeg? Waarschijnlijk niet. Zeg het maar, vandaag. Je hebt voor mij wel een mooi kampioenschap gehad. Ik heb vandaag een hele goede wedstrijd gehad. Had ik niet verwacht. Vooral de looponderdelen zijn redelijk voor mij. Maar dit had ik niet verwacht. Echt niet. Jij gaat met een goed gevoel naar huis. Ja, absoluut. Dit jaar wel. Vorig jaar niet, maar dit jaar zeker wel. Nou, wie weet zien we je de komende jaren. Volgend jaar voor de eerste plek. Dan, even je broer verslaan. Dat is voor mij het ultieme. Sterkste man van Nederland worden is tot zover. Gaan we dat heel stiekem hier afspreken dat je een keer van je broer gaat winnen? Afgesproken. Niet zo. Bij deze. Oh, hé, hey, daar komt hij net aan toevallig. Nee, niks. Nee, niks. Nee, we hadden niks. Er was niks. Jammer jongens, het wordt uitgezonden op RTL 7. Dus ja, het is bij deze bekend. Het moment van deze editie. Alex Mone tegen Jan Wagenaar. Mone 7 punten achter op deze man. Als hij zich niet blesseert en geen pech heeft, dan is hij sterkste man van Nederland 2011 in de 25e editie van dit evenement. Gewoon rustig aandoen, die 7 punten bewaren. Voorlopig gaat het goed voor Jan Wagenaar. Laat Mone gaan. Kijk naar je eigen prestatie. Ja, maar Mone gaat helemaal niet. Wagenaar wel. Mone, Wagenaar is bij deze sterkste man van Nederland. 24-35. Wat een prestatie. Buitengewoon emotioneel moment voor de man uit Schaarnegouten,
Jantje Wagenaar. Opvolger van Jarno Hans. Emoties lopen hoog op. Monen. Hij wordt derde. En daar is Wout Zijlstra, Veneberg. Ja, natuurlijk. Blij voor de man uit Scharnegoutum, uit Friesland, de dakdekker. Wat een moment voor hem. Hij gelooft het gewoon niet. Hij gelooft het echt niet, hoor. Kijk maar. Nooit gedacht, wel gedroomd. Hoe blij ben jij? Dat zie je wel, hè? Dit is wel zo heerlijk. Van tevoren net nog bij de uitleg, deed je nog zo lekker nuchter. Was je gespannen? Heel erg. Heel erg. Het is, je traint zo hard voor. Mijn vrouw en... Zij weet hoeveel je ervoor moet doen. Al die supporters. Mijn ouders. Mijn kindertjes. Dit is het mooiste moment voor een vader. Jan Wagenaar, overmand door emoties. Monen, Hams. En hij houdt niet op. Hier is een vrouw van Jan Wagenaar. Als hij dit weer ziet, deze uitslag, dan gaat hij weer op televisie. Wagenaar pakt 12 punten, Van der Linden 11. Doet wat hij moest doen, maar het is dus niet genoeg. Ted van der Parre, de grote, letterlijk grote man, komt hem ook nog feliciteren. Want hier staat het echt. Jan Wagenaar, sterkste man van Nederland, 2011. Schitterende prestatie. En daar moet op gedronken worden. Ja, dit was hem dan. Sterkste man van Nederland 2011. Na een heroïsche strijd achter mij, de winnaar, Jan Wagenaar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurman Schoenen en Veneberg Security Team.